Vandaag 26 oktober zijn we op de basisschool in Nijnsel, al waar een reunie plaatsvindt. Deze school gaat na carnaval 2020 helaas tegen de grond. Er komt een nieuwe school voor in de plaats. Maar dit is een prachtig moment voor de oud-leerlingen om bij elkaar te komen en onder het knop van een glaasje en een hapje nog eens met elkaar te spreken. Toen wij hoorden dat de school gesloopt werd en plaats moest maken voor een nieuwe school, ja, toen kwam eigenlijk Alice Rijkers op het idee om een reunie te organiseren, dat iedereen nog een keer door de school kon lopen. En dus we zijn met 5 mensen bij elkaar gaan zitten, bijna een jaar geleden, om te kijken of we het van de grond kunnen krijgen. En nou, dat is gelukt. En eigenlijk boven verwachting, want ja, je ziet het wel, het loopt storm en we hebben ontzettend veel aanmeldingen. Wat is het bijzonderste wat u in al die jaren meegemaakt hebt hier op school? Nou, ik vind wel de kinderen. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel collega's en dat was ook altijd heel fijn. Ja, een 25-jarig jubileum hier. Met twee collega's, met Carlo en met John van Sman, hadden we drie tegelijk. We waren 25 jaar hier. Een soort pot, de drie en werden weer rondgeleid door de wijk. Maisveld hierachter. En als ik dan les aan het geven was, dan iedereen luisterde, heel liefjes natuurlijk. Maar als dan de maiskneuzer langs was, ja, dan kon je net zo goed even een half uur wachten, want dan... Ja, dan... Dat was belangrijker. En daarbuiten, ja, daar liepen wel eens honden rond. En er lag een hondenstront, zeg maar. Hoe hoog schatten jullie dat die is? Nou ja, goed, dat deed ze dan en werd genoteerd. En toen mochten twee kinderen, waaronder ik, met een meetlatje naar buiten om daadwerkelijk op gaan te meten. Zodat we precies wisten of dat we goed geschat hadden. Nou ja, de vrijdagmiddag was altijd een groot feest, want dan ging meneer van der Weijdenven voorlezen uit Beekman en Beekman. Ja, en de humor van dat boek. Wij waren er heel erg van onder indruk en dan kon ook eigenlijk wel een spel voor het allemaal. En wat vond u zelf het mooiste om te doen hier op school? Lesgeven. Echt waar, lesgeven. Met de kinderen omgaan. Dat was het mooiste. Als ik ergens een hekel aan was te vergaderen. En welke collega is u het meeste bijgebleven? Juffrouw Christine. Want? Ja, puntjes op de i, hè. Als die kinderen een foutje maakten, vergeten een hoofdletter, vergeten een puntje achter de zin, dan moest dat gecorrigeerd worden. Puntjes op de i zet, hoe zou dat zo komen? Nou, omdat ik toch wel graag fijn vind dat de kinderen netjes werken en zo. En welke leraar of lerares is jullie het meeste bijgebleven? Ik denk meneer Carlo, groep 8. Meneer Ad, denk ik, en meneer Carlo. En die ken ik nog en de reden eigenlijk is een beetje omdat mijn zoon die ook nog gehad heeft. Dus dat was wel grappig. Ik denk toch wel meneer Carlo. Als dan straks de school gesloopt wordt na carnaval, welk stukje van de school zou jij mee willen nemen om thuis op te hangen? De luisjeszakken.